Nog steeds veel misstanden bij slachthuizen. Nijmegen gaat het stationsgebied Goffert flink aanpakken. En Bouwfront krijgt steeds meer huurders. Varkens die geslacht worden zonder verdoving of worden opgejaagd met de verboden elektrische prikker. Er gaat nog steeds heel veel mis bij slachthuizen in de regio. Dat blijkt uit rapporten die Omroep Gelderland opvroeg. Eerder berichtte Omroep Gelderland al over de misstanden in de Gelderse slachthuizen. Maar nu komen uit diezelfde periode nog veel meer incidenten naar buiten. Medewerkers die dieren ongeoorloofd opdrijven met elektrische schokken en lukraak slaan. Meerdere varkens zijn geslacht zonder goede verdoving. Ik spreek er schande van. Ik vind het heel sprekend voor een industrie die dus zo alleen maar tempo wil zetten in een slachthuis, dat we niet eens de moeite kunnen nemen om te controleren of ieder dier dood is voordat je het slacht. Volgens de stichting Varkens in Nood zijn er meerdere incidenten waar we geen weet van hebben, omdat de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet alles zien. Een heel groot deel van de tijd is die inspecteur heel ergens anders. Dus we missen een heel groot deel van de gevallen. Het personeel van slachthuizen moet daarom ook fatsoenlijk met de varkens omgaan wanneer er geen toezicht is, zeggen deskundigen. Net als dat we met elkaar hebben afgesproken dat je altijd stopt voor het rode licht en niet eerst zelf een afweging maakt van staat er een politieagent. Nee, dat doen we gewoon. Zo zou het ook voor medewerkers in het slachthuis moeten zijn. De vleessector spreekt in een reactie van oud nieuws en zegt geen zin te hebben om oude koeien uit de sloot te halen. Dat is toch walgelijk? Ik word er echt heel boos van. Je kunt niet ieder jaar zeggen dit is oud nieuws. Dus we vragen de regering om controles in te stellen, zodat je gewoon ieder dier controleert dat het dood is voordat het geslacht is. Dat gebeurt nu niet. En om veel hogere boetes te geven aan die overtredingen wanneer ze voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft grootse plannen voor het stationsomgeving Goffert. Het bestemmingsplan voor deze locatie is inmiddels klaar en hieruit blijkt dat het gebied één van de eerste werk- en woongebieden van Nijmegen moet worden. Wethouder Noël Verguns van Stedelijke Ontwikkeling is trots op de plannen en legt deze dan ook nader toe in een video die de gemeente maakte. Ik ben Noël Verguns, wethouder Stedelijke Ontwikkeling in de gemeente Nijmegen. En we staan hier bij station Goffert, Noviotech Campus. En dat maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg. Hier gaan we ruimte maken voor werkgelegenheid, een moskee, andere voorzieningen en 1200 woningen. Waaronder sociale en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Want daar is in Nijmegen nog veel behoefte aan. Waar halen we die extra ruimte vandaan? Dat doen we door hier bij de Neerbosseweg en bij de Graafseweg de rijbanen bij elkaar te leggen. En zo ontstaat er meer ruimte. Naast het station komt een plek waar de bussen stoppen en waar je makkelijk overstapt. Er komen ook veilige voetgangers en fietspaden naar de omliggende wijken en het Goffertpark. Ik ben enthousiast. Jij ook? Kijk voor meer informatie op de website. Winkelcentrum Hart van de Waalsprong in Nijmegen heeft een fors aantal nieuwe overeenkomsten gesloten met huurders. De recente contracten passen bij de ambitie om een gebalanceerde mix te realiseren van lokale en landelijke formules en te streven naar een aantrekkelijk winkelcentrum voor de consument. De nieuwe huurders zijn onder meer Domino's, Iwis en Bruna. Het winkelcentrum opent naar verwachting eind 2023 haar deuren. Het Nijmeegse stadsbestuur ziet geen noodzaak om de gemeenteraad vooraf actief te informeren over de aankoop van stikstofrechten van agrarische ondernemers die stoppen. In Overbetuwe werd onlangs verontwaardigd gereageerd toen bleek dat Nijmegen in onderhandeling was met een ondernemer om de stikstofrechten op te kopen. In Nijmegen zijn de stikstofrechten onder meer nodig om het bedrijventerrein De Grift langs de A15 mogelijk te maken en om de nieuwbouwgebied De Winkelsteeg nabij station De Goffert door te laten gaan. Inmiddels heeft Nijmegen een overeenkomst gesloten met een veehouder uit Malden. Nu de voedselprijzen door het dak schieten, zijn er steeds meer mensen die het eten in de supermarkt niet meer kunnen betalen. Gelukkig is daar een oplossing voor in de vorm van Voedselbank. Helaas zien zij hun klanditie alsmaar groeien. Het team van Beeldbrengers nam een kijkje achter de schermen.
Ik ben Wolter. Ik werk hier als coördinator voor de donderdagavondploeg. En met de donderdagavondploeg worden op dit moment zo'n 800 kratten voor de gezinnen in Nijmegen ingepakt. Nou, zou je misschien mee willen nemen in het proces van het inpakken? Dat gaan we doen, tuurlijk! Nou, we staan hier denk ik bij de eerste stap. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hier zijn we aan het kratten klappen. Hier worden de kratten die eerst geteld zijn per wijk, worden opengeklapt en gaan de band op. Wat ik hoor is dat mensen in het begin echt wel veel schaamte voelen om naar de voedselbank te komen. Omdat ze zichzelf willen kunnen redden en geen zin hebben of er niet zoveel voor voelen om zo'n pakket op te halen. En uiteindelijk toch komen. Daar hoor je ook wel dat mensen na verloop van tijd zich daar wel prettiger bij voelen. Maar ook niet allemaal. Er zijn mensen die dat lastig blijven vinden. En wat voor mensen zijn dat dan? Zijn dat bijvoorbeeld dan veel gezinnen of ziet u ook juist jongere mensen? We zien eigenlijk alle twee wel. Een beetje afhankelijk van de situatie nu. Of ze in problemen verkeren. Dus je ziet eenpersoonshuishoudens, je ziet hele grote gezinnen van, laten we zeggen, 10 mensen. Maar ook alles ertussenin. En dat zijn echt alle leeftijden. Ik ben blij dat ik iets kan bijdragen. Maar eigenlijk vind ik het erg dat er een voedselbank is. Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, maar het is zoals het is. Hier wordt het eerst is het brood erin gegaan. Nu gaan de eieren erin. Heel belangrijk, elke week hebben we eieren voor de gezinnen. En hier staan onze jongste medewerkers die de volgende producten in de kratten leggen. Hi, ik ben Eva. Ik ben hier begonnen vanuit school en toen was dat eigenlijk klaar. Maar ik dacht, ja, ik vind het wel gezellig en dankbaar werk, dus ik blijf doorgaan. Nou, wat mij gemotiveerd heeft om bij de voedselbank als vrijwilliger aan te melden, was eigenlijk ook dat ik zelf ook iets wilde bijdragen aan de maatschappij. Bij de voedselbank veel mensen zich niet aanmelden bij de voedselbank omdat ze zich schamen. Maar dat merk je bij de mensen die daar komen over het algemeen niet. Dus je ziet dat daar toch bijna een soort van uitje van gemaakt wordt. Mensen die elkaar daar ook zien en treffen. Soms een half uur van tevoren een kopje koffie gaan drinken voordat het open gaat, zeg maar. En elkaar daardoor ook ontmoeten. Dus er zullen ook zeker eenzame mensen bij zitten die naar de voedselbank gaan. En op die manier ook sociale interactie hebben. En dat is ook wel heel leuk. We zijn hier bij de derde en de laatste stap, zie ik. Ja. Hier zijn de kratten gevuld. Je kan erin kijken. Ja, dat behoorlijk volle kratten zijn deze week. En hier worden ze in de bussen gezet die morgenochtend naar de uitgiftepunten gaan. Nou, hartelijk bedankt voor het kijken allemaal. En zoals jullie weten, hulp hebben we altijd nodig. Het kent geen einde. Dan het weer. Ja, wordt het wit of wordt het niet wit? Dat was vandaag de grote vraag in onze regio. Het sneeuwde vooral in de ochtend aardig door, maar helaas, het bleef nauwelijks liggen. Vanavond krijgen we wel een herkansing, want er trekt opnieuw een neerslaggebied met sneeuw over onze regio. Morgenochtend de kans ook groot dat het wit is. Daarna zijn de kansen wel verkeken, want de dag start droog. Maar later krijgen we dan een regengebied. Ook vrijdag blijft het nog grijs en regenachtig. Maar vanaf zaterdag wordt het weer wat beter. Het blijft dan droog en de zon komt regelmatig aan te pas. In de nacht naar zondag komt de nachtvorst weer terug. Met -4 op het koudste moment. Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Ja, voor de meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar de nieuwste films in Nu in de Bios. En wij zijn er uiteraard morgen weer. Tot dan!